Welkom bij weer een nieuwe aflevering op het YouTube-kanaal van Darts Actueel. Wederom zijn wij in het dartcafé Viaduct in Rotterdam, maar dit keer op bezoek bij twee talentvolle darters. Welkom bij Rood Toert Jeugd WK. Jaar. Kom uit de lucht. Mijn beste prestaties dit jaar zijn twee keer plaats voor de Eurotour. Twee keer halve finale op die volgende tour en dat was wel zo'n beetje. Nou, mijn naam is Wesje van Trijp, ook 22 jaar. Ook afkomstig uit de lucht. Net zijn tweeling. En ik ben supporter van NAC Breda. Dat is mijn beste prestatie. En wij zitten in het Rood Jeugd WK. Ja, ik ben erbij, maar ik moet nog een paar potjes pakken, maar dat ben ik er ook wel. Nou, Wanne, welkom in Rood Jeugd WK. Ja, meestal niet om meteen met jou te beginnen. Bijna, waarom bijna? Ik had in Duitsland had ik misschien wel zeker al een paar ponden kunnen pakken om zeg maar te plaatsen. Maar ik heb het laten liggen en gewoon 0 pot gepakt. Dus ik moet echt op het laatste weekend laten aankomen en nog een keer om 6 uur thuis komen. Kijk, voor de goede orde, Wesley, je staat op dit moment nog aan de goede kant van de streep. Maar je hebt 6-6e, volgens mij. Ja, 66. En de eerste 72, om en nabij, gaan erheen. Even afhankelijk van de qualifiers en mensen in de top 32. Als jij het in Duitsland niet verspeeld had, dan was je misschien zeker geweest? Nou, ik denk het wel. Ik vind het zelf dat ik een gunstige loting had, als ik zie wat voor tegenstanders ik had. Maar ja, ik heb het gewoon zelf beneden door. Ja, ik ga weer een avondje weg, zeg maar, gewoon voordat het weekend begint. Nou, we zijn in Hildesheim, lang onderweg geweest, zeg maar. 4,5 uur, 5 uur onderweg geweest. Nou, we waren daar, nog een lekker sapje gedaan. Iedereen gaat naar bed toe. Nou, ik denk nog van, ik ga samen met mijn maat Wesley ga ik nog even een sapje doen. Geen tijdsbesef. En de rest van het weekend heb ik er wel last van gehad. Heb ik zelf gemerkt. Terwijl ik ook eigenlijk wel een gunstige loting had. Maar ja, goed. Danny gaat netjes op tijd naar bed. En die is echt zeker. Nou, die was wel zeker. Dus die had zich helemaal tering kunnen zuipen en dan had hij er ook gestaan. Dus dat had ik niet veel uitgemaakt. Maar goed, Danny, jij bent wel op zich wel een lekker seizoen bezig. Zeker op de Eurotour. Niet slecht, heb je al twee keer zien staan daar. Ik heb best wel goed seizoen gedraaid. Al moet ik wel zeggen dat het op de Challenge Tour wat minder ging. Ook op de Divalmo Tour een minder weekend gehad. Afgelopen weekend Divalmo Tour heb ik voor het eerst eindelijk weer eens wat laten zien. Ik heb één keer de laatste 16 gehad. Ik verloor de laatste 64 een keertje en op de zondag heb ik twee keer de kwartfinale gehaald. En ik had toen 850 ronden bij elkaar gehaald. En toen dacht ik bij mezelf van, nou, het laatste weekend goed doen, dan kan ik misschien nog plaatsen voor de... Nee, ik plaats me sowieso voor de JVK, maar ik wil wel als groepshoofd daarheen. Want ik heb het vorig jaar al gezien, ik ging er als ongeplaatste speler ging het toernooi in. Ik kreeg Lee Budgen als geplaatste speler, nou dat kan nog wel. Ik kreeg als andere ongeplaatste speler Jeffrey de Zwang. Ja, eerste wedstrijd tegen Jeffrey, ik verloor en alleen nummer 1 ging door, dus... Ja, toen werd ik uiteindelijk ook derde in de pool. En nu wil ik gewoon een betere doelstelling hebben. Dat is gewoon plaatsen als groepshoofd van JVK. Dan hopen dat ik nu wel de pool doorkom. Dus jij gaat echt met een doel bij het laatste weekend voor de JVK toe? Ja. Gewoon in de top 32 blijven. Ik sta op dit moment 20ste. Dus... Als we dan even naar de JVK gaan kijken, wat zijn jouw doelen daar straks? Nou ja, mijn doelen zijn... kijk, misschien is het finale. Ik weet dat ik het wel kan, maar... Ja... Misschien een minimaal kwartfinale halen. Dat is mijn doel. En sowieso, ik wil wel de pool uitkomen, want ik begin als poolhoofd. Mocht mijn plaats als poolhoofd en dan zien we wel hoe ver we gaan komen. Maakt het voor jou uit of Wesley zich ook kwalificeert of niet? Ja, het zou leuk zijn als hij erbij als mee mag doen. Ik ben er sowieso bij, dat weet ik zeker. Maar ik hoop niet meer goed te krijgen. Hoe gaat dat in onderlinge duels tussen jullie? Nou, de laatste tijd weet ik wel vaker van hem, maar het blijft een dingetje, zeg maar. We hebben zeg maar, heel vaak tegen elkaar gespeeld en het is niet altijd goed afgelopen. Nee, het is zo, je begint, we begonnen 3 jaar geleden met darten en dan 3,5, 3, 4, het maakt niet uit. En je bent samen begonnen,
We waren allebei eerste hier en werden steeds beter en beter. En ik denk wel dat ik iets verder ben gegaan daarin en dat hij is blijven steken. Maar ik kan het nog steeds echt laten zien. Maar ik kan het laten zien, maar ik ben echt van een lekker biertje drinken en lekker een cool toernooi gooien met een biertje erbij. Alleen ja, als we dan naar het buitenland moeten, naar Wigan of naar Peterborough of wat dan ook. Ja, ik neem die gezelligheid mee. En dan laat ik het toch afzien in mijn spel, zeg maar. Dat ik het gewoon leuk, zeg maar. En baal je er achteraf dan van? Dat je terug dat je denkt van. Oh, ja, achteraf denk ik van. Ik ben niemand wat verschuldigd. Ik betaal het allemaal zelf. Dat is gewoon je eigen schuld. Het is mijn eigen schuld. Maar ik weet wel, ik heb een gezellig weekend gehad. Maar ik wil ook wel presteren. Maar misschien is dat wel een leermomentje van. Sowieso na afgelopen Divina Tour in Hildesheim denk ik van ja, moet ik toch wel iets beter mijn best gaan doen en iets serieuzer om zeg maar wel te plaatsen voor Jerica. Want ik denk misschien 100 pond, 150 pond, denk dat ik wel genoeg heb, dan ook wel plaats. Maar dan bij Wesley, vooral de gezelligheid rondom het toernooi is, zien we dat jij de laatste jaren denk ik toch echt wel stappen aan het maken bent. Dit jaar debuut op de Eurotour, je zei het zelf al, maar ook op de Players Championship. Op de Eurotour heb je laten bewezen dat je voor de camera goed spel kan neerleggen. Wat zijn jouw verwachtingen voor na dit seizoen? Ik weet niet wat de PSV plan is qua kwalificatie voor de Eurotour. Kijk, ik plaats me voor de pakking in januari een tourkaart. Dan moet ik natuurlijk met de rest meedoen, met de andere tourkaarthouders. Voor mijn gevoel is dat een stuk moeilijker als degenen die geen tourkaart hebben. En je hebt dit jaar toch wel gezien dat veel mensen zich plaatsen voor een Eurotour met onder de 80 gemiddeld ook vooral. Ik ben zelf maar naar 5 Eurotour kwalificaties geweest, in plaats van alle 13. En ik weet niet hoe ze het volgend jaar gaan doen, maar als het zo blijft, dan hoop ik dat we wel vaker gaan plaatsen. En dan denk ik wel dat we gaan doen. Ik hoor jou Q-School zeggen, ga jij dan ook mee? Ik ga ook weer Q-School gooien, ja. Omdat ik puur, omdat ik weet, ik heb hem niet laten zien, ik heb hem misschien nog... Ja, ik heb één keer Duitsland laten zien toen ik een wat afslacht heb met 4-1. Met 148 finish. Maar ik weet zelf dat ik het wel kan. En dat ik het ook kan laten zien. Maar ja, tot nu toe is het nog niet uitgekomen. Dat ik niet kan, in het buitenland of waar dan ook, dat ik het nog niet kan laten zien. Om zeg maar te presteren. Maar ik denk als ik gewoon tijd insteek en gewoon serieus ga doen. In plaats van dat ik hier een toernooi sta te gooien met een biertje erbij en weer ladders zat overal. Maakt niet uit. Ik denk als ik gewoon serieus doe en hetzelfde als Danny, want hij is iets serieuzer dan ik, daar ben ik eerlijk in. Dat misschien wel een paar punten kan pakken. Ik zeg niet dat ik meteen een tourkaart kan pakken. Maar ik denk wel dat ik gewoon voor veel mensen het moeilijk kan maken. Je loopt met dezelfde pijlen? Nee. Nee. Nou goed, dan gaan we kijken waar ze beiden mee gooien. Nou mannen, we staan bij genoeg dartborden. Ik wil zeggen. Danny, begin jij eens over je pijlen. Waarom gooi je met deze pijlen? Hoe ben je hier opgekomen? Ik gooi pas sinds augustus mee. Ik heb natuurlijk heel veel setjes ervoor gehad. Ik heb met Whitlock-pijlen gegooid. Ik heb met Klaas-pijlen gegooid. Daarna ben ik overgegaan naar Stratos-pijlen. Die heb ik toen nog aan de maat van mij geleend. En nu gooi ik hier mee. Waarom wissel jij zoveel? Weet ik niet. Ik heb altijd met Simon Whitlock-pijlen gegooid en Klaas-pijlen. Die hebben een hele rare vorm in hun pijl zitten. En toen ben ik soms met allemaal spijlen gaan gooien. Nou, toen heb ik pijlen van Mike de Buitenboer gepakt. Die wordt met staal te spijlen. Geen lekker. En daar heb ik vanaf de Q-School tot en met augustus eigenlijk mee gegooid. En toen was ik wel een beetje toe aan nieuw. Ik was voor mijn gevoel toe aan nieuwe pijlen. Ik ben daar van 24 naar 23 gram gegaan. En ik gooi nu dus met Harris Pulspijlen. Ja, dat zijn geen pijlen van een bekende dokter. Het is gewoon een set spijlen van 40 euro. Maar het gaat er nu gewoon lekker mee. En, normale chaffies op en ik gooi sinds kort wel met L-style flights. Want ik heb nu toch wel gemerkt dat ik heel vaak in de chaff gooi. Dus ik gooi nu gewoon met L-style flights en dan moet ik zelf die kapjes erin doen. En dat is dus mijn setup voor mijn pijlen. Nou Wesley, ook jouw pijlen staan nu in het midden van het bord. Pak ze er maar bij en vertel maar waarom je de keuze gemaakt hebt voor deze pijlen. Nou, dit zijn mijn pijlen, Carrera C17 24 gram. Ik gooi hier eigenlijk al vanaf het begin mee. In het begin toen ik echt begon met darten, zeg maar, toen wij samen waren met de vriendencompetitie, toen we net darten leren kennen, gooide ik met Michael van Gerwen pijlen. Maar sinds het serieuzer begon te worden? Toen het serieus begon te worden heb ik deze pijlen. Het was eigenlijk
eigenlijk best wel grappig. Ik had deze pijlen, ik was op, een keer op de La Plaza ranking in Stampers Gat. En ja, ik gooide nog met die Michael van Gelder pijlen. En toen vroeg ik aan Wesley Scholes, van hij had ook deze pijlen. Van mag ik even een keer met jouw pijlen gooien? Dus ik pakte zijn pijlen en ik gooide 2 keer 180 achter elkaar. Terwijl ik nog niet, dus ja, ik was niet echt zo goed als het nu, maar... Het was voor dat moment? Het was voor dat moment een lekker gevoel. Ik had toen lang nog niet eens zoveel 180 gegooid, maar ze waren allebei 2 buiten elkaar, echt meteen 180. Ja, en toen heb ik tegen Wesley gezegd van, wat voor paar zijn er van, Carrera, dit en dat, €80, kun je bestellen. Dus toen heb ik ze meteen besteld op dezelfde avond dat ik die ranking aan het gooien was. En sindsdien ben ik er niet meer van afgegaan. Nou, we zullen zo meteen gaan zien wie van jullie dan het beste eraf gaat brengen in onze 1001 game. Want dan gaan we jullie beide in actie zien. Ja. Succes mannen! Ja, nou, zeg maar het bord en dan zien jullie daar. Ja, kom goed. Nou mannen, de 1001 game. Nou, speciaaltje dit keer. Jullie gaan met elkaar, tegen elkaar gooien. Wat is de verwachting? Waar kunnen we verwachten? Ja, ik sleutel voor. Ja, kijk maar even. Nou mooi, Erik, ik zou zeggen ga naar de okkie toe. Dan gaan we zo boelen wie er mag beginnen. We gaan aan de hand spelen van DartCounter. Ik heb beide mannen erin geselecteerd. Je weet het hele praatje al. Wil je DartCounter nou ook gebruiken? Link staat nog steeds in de beschrijving. Download hem als je het wil gebruiken. En ik zou zeggen, mannen, voor de Bullseye First. Danny, kan je wat tellen? Ja, zoals je al hoort is het Danny to throw for the Bullseye First. Outside the 25. Dan is het Wesley to throw for the Bullseye. Wat het scorebord allemaal aan het doen is, weet ik niet. Maar daar zie je al dat Wesley een enkele boel gaat gooien. En die wordt een enkele boel. Wesley to throw first. Game on. En de mannen die hebben een handeling conventie. Ik heb gehoord, zoals je net hoorde, gaat Wesley Danny helemaal slopen. Het scorebord zal de hele wedstrijd iets voorop lopen. Kunnen we helaas niks aan doen. Blijft niet anders. Maar ja, beter te snel dan te langzaam. Dus je ziet al wat de heren gaan gooien. Ja, en zoals Danny al in het interview vertelde, is Wesley iets minder serieus. En dat is ook wel te zien in de uitslagen. Want Wesley van Trijp is namelijk alleen NAC-supporter en staat op het randje voor plaatsing van het jeugd-WK. Danny van Trijp heeft dit jaar 2 keer op de Euro toegestaan. Op de Dutch Darts Masters kwam hij zelfs een rondje verder. Tegen Keegan Brown. Won hij met 6-5. Daarna verliest hij helaas van Ricky Evans. Hoge gemiddelde, maar weer met 6-5. Geeft het zelf een beetje uit handen. Hij heeft dit jaar ook zijn debuut gemaakt op de Player Championships in Hildesheim. Kwam hij dag 2 toch een rondje door. Dat is niet iedereen gegeven in zijn eerste weekend. En de mannen zijn elkaar flink aan het opfokken. En je ziet hoe makkelijk Wesley eigenlijk gooit. Hè. Je zal toch denken als die man iets serieuzer gaat doen. Dan gaat hij echt stappen maken in de dartwereld. Ja goed, kijk, we zien René van Café het Viaduct even achter in beeld verschijnen. Nog heel erg bedankt aan René dat we zijn accommodatie mochten gebruiken van Café Hut Viaduct. Maar dan gaan we naar het bord toe en dan zien we dat Danny aan het gooien is. En Danny gaat 100 gooien zoals we links in het beeld al zien. 100. En Wesley die staat hier klaar. Wat gaat Wesley gooien? We kijken even niet links onderin mee. En dat zit zo makkelijk hè mannen. Mensen thuis die Wesley van Trijp onthouden het. Als Wesley van Trijp serieus gaat doen kan hij heel ver komen. Maar gaat hij ook zijn broer slopen zoals hij gevraagd heeft en daar komt Danny van Trijp ook 140. Ja en ze fokken elkaar erg op hè. De gemiddelde 97 om 93 gemiddeld. Deze mannen gaan meestrijden voor in de hoogste regio's in het klassement. En oh het zit zo makkelijk bij die mannen en er komt gewoon weer 140 hè. Ja weer 140 voor Danny van Trijp. Toeschouwers daar op de achtergrond. En die Wesley van Trijp gooit zo snel en makkelijk. Weer 100 voor Wesley van Trijp. Laat 216 staan. Dan gaat Danny gooien. Danny laat 201 over. En dan staat hij op 100 gemiddeld. En dan loopt Wesley toch achter. Moet Wesley hem nu goed gaan wegzetten. Oeh, die schiet in de enkele 5. Of in de triple 5, excuses. Heeft Wesley het toch moeilijk. Oeh, ja, en dit zijn kostbare punten. Want wat gaat Danny nu doen? Dat is 1 triple. Dat is 2 triples. Dan gaan we naar onder toe. Nee, en dat is wegzet op 62. Ja, en dan zien we beneden al wat er gaat gebeuren, maar dat gaan we nog niet vertellen. Hier verprutst Wesley, verprutst het hier een beetje. Die geeft het gewoon ontweet echt door die 45. En dan Danny van Trijp om een kleider te worden in het klassement. Triple 10, dubbel 16. Game shot en Danny van Trijp. En hij wint hem hier. Hij wint hem. En dan gaat zijn broer hem afmaken. Hoeveel darts heeft hij nog nodig? Dat is er 1.
En dat is 2, dat zijn 31 darts nodig. Yeah. En dan gaan we kijken naar het klassement. Dan staat op de eerste plaats Danny van Trijp, 103,55 gemiddeld. En zijn broer Wesley van Trijp, die staat tweede met een 96 gemiddeld. Ja mannen, dat was de 1001 game. 103 gemiddeld, 29 pijlen, gevoel erop. Ja, we hebben het afgelopen dinsdag ook nog gedaan met ons team. Toen gooiden we dit bier van Duk, 103,55 gemiddeld, 29 pijlen. Alleen toen gooide ik 2x60, hij speelt maar 4 man, ik gooide 2x60 en nou met eentje. Dus je ik ben tevreden. Maar, dus je bent net zo goed als je hele team? Dat wil ik niet zeggen. Durft hij niet? Nee. Durft hij niet? Hoeveel had je vorige week gespeeld tegen ons? 9-0. Nou, Wesley, jij zit hier te vertellen. Ja, oké, okay, maar hoe heb ik ze aan het gooien? Ik zag ook prima aan het gooien, maar voor alles verloren. 9-0. Ja, oké, okay, nee, is goed. Ja, doen ze. Okay. Ja, zijn we eruit? Ja. Wesley, jij 32 pijlen, 94 gemiddeld. Je zit hier te vertellen dat het allemaal onder gezellig gaat bij jou, maar niet slecht, denk ik. Nou, ik weet toch zien dat het wel gaat. Jij lag in het begin van de tijd zelfs voor op je broer Danny. Dacht je van, ik ga hem pakken. Dat was wel de bedoeling. Volgens mij zat hij dat in het begin van het interview, maar dat zat erop gelukkig. Dus sleur me even, hoor ik volgens mij. Nou, goed, ik wou niet. Ja, oké. Okay. Goed mannen, voordat jullie elkaar weer in de haren vliegen, zoals bij eerdere ontmoetingen, gaan we dat nu voorkomen. Ik wil jullie beide heren bedanken voor de meedoen aan een roodhoed jeugd. Koppel was niet zo goed, hè? Yes. Die staat hier niet op, dus dat maakt niet uit. Okay. Heren bedankt. Vonden jullie dit nou een leuk filmpje? Laat even een like achter. Abonneer hier beneden. En dan zien we jullie bij de volgende